Lidwien Madlener van de stichting Power to Fly. Wat een eindresultaat. 52.375 euro. Wat is jouw reactie? Ongelooflijk. Had ik nooit verwacht. Ik was met 30.000 al heel erg blij. Maar nu is het echt fantastisch. Nu kunnen we echt beginnen met de bouw. Nu echt beginnen, ja? Ja. We willen gaan bouwen dus met containers. Dat is niet helemaal duidelijk voor iedereen. Maar echt fysieke containers waar een deur en ramen en een airconditionado, airconditioning ingezet wordt. En dat zijn hele klaslokalen. En dat is voor ons een super luxe. Dat wordt gedaan in Florianapolis, als ik het goed uitspreek, in Brazilië. Waarom daar? En wat tref je daar aan? Ik heb zelf 14 jaar in Brazilië gewoond, waarvan de laatste 4 jaar Florianopolis. En daar heb ik samen met Brazilianen een stichting opgezet, ASOS. En dat is onze partner nu van Power to Fly. En bij ASOS werken wij met kinderen tussen de 6 en de 15 jaar. Buitenschoolse activiteit, omdat die kinderen halve dagen naar school gaan. En de andere helft van de dag zijn ze eigenlijk blootgesteld aan gevaar. Ze leven op straat, er mist vaak een rolmodel. Vaak gebroken gezinnen, ook best vaak mishandeling, misbruik en zeker sociale verwaarlozing. Dus deze avond was echt nodig? Ja, het was echt nodig, want we hebben deze bouw nodig om te kunnen groeien van 80 naar 120 kinderen. Om impact te kunnen meten, om meer continuïteit te kunnen bieden aan het hele project. En om voor de vervolggroep van 16 tot 25 jaar, om daar technische cursussen aan te kunnen bieden. Wanneer worden die containers en dergelijke geplaatst? Wanneer, ben ik wel benieuwd. Nou, ik hoop eigenlijk februari, maart. We zijn nog in zware onderhandeling met de gemeente. Wij vinden namelijk dat Brazilië ook een stukje mee bij moet dragen. En hun stuk moet zijn om een stuk grond aan ons in ieder geval in pacht te geven voor 20 of 30 jaar. Waarom zouden ze dat niet doen? Nou, dat vraag ik mij ook af, eerlijk gezegd. Het is een win-win situatie. Een win voor hun, want ze hebben geen geld. En dat stuk grond is ter beschikking, want dat hebben we al gezien. Het is een win voor ons. Het is ook een stukje van, het is een Braziliaans probleem. Braziliaanse kinderen, zij moeten ook bijdragen. Het enige wat tegenhoudt is de bureaucratie, zullen we maar zeggen. Jullie krijgen ondersteuning van Erik en Melina Bottegien. Dat is wel heel... Ja, nobel en mooi dat ze dat doen. Ja, dat is fantastisch. Ze zijn ook echt serieus fantastische mensen. Wij hebben ze destijds benaderd, weten dat er een Braziliaan speelde, Feyenoord. Mijn zoon heeft toen als eerste een brief in het Portugees geschreven en via Roy Makaay aan hem overhandigd. En deze keer heb ik gevraagd of hij ambassadeur wilde zijn, of ze samen ambassadeur wilden zijn. Samen nog met Bruno Souza. Dat is een Braziliaanse hockeyer, die speelt overgangsklasse bij Vordaan. En alle drie waren meteen van, ja, dit is mooi dat mensen zich hier inzetten. Ja, het is ook echt belangrijk om dit soort mensen bij je project te hebben. En dat blijkt wel uit vanavond. Ze kopen ook nog eventjes, dat is een hele mooie bijkomstigheid, een container voor 5.000 euro vanavond. Ja, dat is heel prettig. Met name omdat hij al bood en dan gaat er meteen iemand overheen, want die wil dan tegen hem opbieden. Dus daarna ging die opnieuw. Dus ja, dat is echt fantastisch. En haar jurkje. Haar jurkje wat toch echt, haar kampioensjurk wat voor veel geld wegging. En waardoor Joyce Makaay ook haar jurkje aanbood. Wat natuurlijk ook weer voor goed geld wegging. Dus ja, dat is fantastisch. Laten we hopen dat het echt een heel groot succes gaat worden. En dat het begin is van iets heel moois. Ja, ik hoop jullie serieus op de hoogte kunnen houden. Wie weet kunnen jullie een keer meekomen naar Brazilië om daar te filmen. Om daar te zien, want het is een mooi project. En ik weet heel zeker uit de grond van mijn hart dat jullie heel blij worden als je ziet wat het met de kinderen doet.